voorafgaand aan een concert. Dat is eigenlijk een heel lang verhaal. Het ontstaat al lang van tevoren. Zo'n 1-2 jaar van tevoren wordt het programma vastgesteld. Ik ben Jan Zekveld. Ik ben bij het orkest artistiek manager. En verantwoordelijk voor, in eerste instantie voor de programmering. Dat betekent het ontwikkelen van programma's voor de diverse series die er bij het orkest zijn. Daar dirigenten voor uitnodigen en solisten voor uitnodigen. Zo'n 1-2 jaar van tevoren wordt het programma vastgesteld. Daar wordt dan ook een dirigent bij gezocht, als het niet de eigen chefdirigent is. Dit groene boek, daar hebben we alle indelingen van de muzici in staan. Uiteindelijk kom je dan tot een planning voor het hele jaar. Zodra dat rond is, begint het indelen van de orkestmuzici. Kleine orkest, dat is een eerste viool, een tweede viool, een cello. De partituren worden ook besteld voor het komende seizoen. Dat doet de bibliothecaris. En die controleert dan ook of de bezetting klopt. Wij maken ademhaling daar. Heb je een pop ook? Ja. In a passage like this one, you can never learn by sitting here. You have to practice at home. You have to really spend time with it at home. So that's how you keep in shape. Prepare yourself at home and you learn all the notes, but the way how to play, the interpretation, is being left to the conductor. So the conductor has the freedom to tell us this is how I want this phrase and this is where I'd like more crescendo, here is where I'd like more ritenuto. So the conductor in a way is the inspiration. Romeo and Julia van Prokofiev. Ja, in deze muziekweek is het heel fijn dat we dat juist hebben geprogrammeerd. Dus het is gewoon eigenlijk een bof dat we dit de mensen kunnen laten horen die misschien voor het eerst naar een concertzaal komen. Daarnaast.
Ik vind het heerlijk om trompet te spelen en een mooie, briljante klank over het orkest heen te leggen. Dat is wel de bedoeling. Working with the Brabant's Orchestra is a very moving thing. It's actually a very good orchestra with a mature approach to music. Fun. It's great music, no? It's nice to play. It gives a lot of satisfaction. Yeah. Thank you. Bye.